Wat gebeurt er in het brein bij een migraineaanval? Ik vertel het je. Hoe ontstaat migraine? Dit is de Universiteit van Nederland. De meeste mensen denken bij migraine aan hoofdpijn. Maar het is meer dan dat. Sommige mensen liggen tijdens een migraineaanval brakend in bed. Anderen zijn zo overgevoelig voor licht en geluid dat ze zichzelf opsluiten in een kamer met oordoppen in en de gordijnen gesloten. Dagelijks hebben zo'n 70.000 Nederlanders last van een migraineaanval. Het komt dus veel voor en je kunt je voorstellen dat het enorm beperkend is. Ik ben altijd verrast als ik weer eens een film of een serie voorbij zie komen waarin een personage last heeft van een migraineaanval. Daar zitten meestal nogal wat vooroordelen in. De ene keer wordt het bijvoorbeeld gebruikt als een smoesje, omdat het personage ergens geen zin in heeft. En de andere keer gaat het eigenlijk om een kater. Maar let maar eens op. In de meeste gevallen krijgt iemand in de film migraine omdat hij of zij te veel stress heeft. Daarmee doen we mensen die echt last hebben van migraine tekort. In dit college wil ik graag afrekenen met die vooroordelen en mythes rondom migraine. En daarom duiken we in dit college eens dieper in de stof. Wat is migraine nou precies? En wat kun je er tegen doen? We beginnen bij het begin. Wat gebeurt er tijdens een migraineaanval? Er zijn 4 verschillende fases. Voordat de hoofdpijn begint, zijn er vaak al symptomen. Vaak herkennen mensen dat niet of pas achteraf. We noemen dat ook wel de prodromale fase. Mensen worden dan vaak een beetje onrustig of voelen zich gestrest. Sommigen gaan opeens heel veel eten of krijgen enorm veel trek in bepaald voedsel, zoals chocola. Anderen worden slaperig en beginnen te gapen. Je krijgt als het ware al een paar waarschuwingen. De tweede fase is die van de auraverschijnselen. Daar heeft 1/3 van de patiënten met migraine last van. Meestal bestaat een aura uit een kortdurende storing bij het zien. Dat kan per persoon verschillen, maar je kunt het je zo voorstellen, alsof je in een felle lamp hebt gekeken of sterretjes en schitteringen ziet. Het begint meestal klein en breidt zich in minuten uit over het gezichtsveld. En die sterretjes en flikkeringen gaan vervolgens over in wazig zicht. En die waas breidt zich ook verder uit in een aantal minuten. Die aura kan zo heftig zijn dat niet alleen het gezichtsveld wordt aangedaan, maar dat mensen ook last krijgen van tintelingen in hun hand. En die tintelingen breiden zich vervolgens langzaam uit naar boven. Het slaat dan heel kenmerkend de schouder over en kan dan ook rondom de mond en de tong komen. Dat geeft een tintelend, prikkelend gevoel. Soms kunnen mensen zelfs spraakstoornissen krijgen. Dan kunnen ze niet meer op bepaalde woorden komen. Dat kun je mooi zien in dit filmpje bij deze presentatrice. Well, a very, very heavy dissertation tonight. We had a very Darrison bite. Let's go Darrison look for the pit. Veel kijkers dachten dat zij op dit moment last had van een beroerte. En later bleek dus dat dit een migraineaanval was. De derde fase is de hoofdpijnfase. De hoofdpijn bevindt zich vaak aan één zijde van het hoofd en is meestal kloppend of bonkend van karakter. Naast de hoofdpijn hebben patiënten last van hevige misselijkheid, tot brakens aan toe. Of ze zijn zo gevoelig voor licht en geluid dat ze zich dus opsluiten in een donkere kamer met oordoppen in, zoals ik aan het begin noemde. De hoofdpijn kan een paar uur tot een paar dagen duren. Daarna begint de laatste fase, die van het herstel. Na zo'n heftige hoofdpijn zijn mensen vaak nog wat moe en voelen ze zich nog niet helemaal de oude. Tot zover het verloop van een migraineaanval. Maar hoe ontstaan deze symptomen? Laten we beginnen met de aurafase. De aura ontstaat in het achterste gebied van de hersenen. Dat is het gebied waarmee je ziet. Alle signalen die via je ogen binnenkomen worden hier verwerkt. In het geval van een aura worden de zenuwcellen in dit gebied een korte tijd even heel erg actief. Ze gaan heel hard vuren en ze geven elektrische signalen af. En daarna zijn ze uitgeput en kunnen ze niks meer. Die sterretjes en flikkeringen die je ziet, is die activatie van de zenuwcellen. En dat wazig zien is dat de zenuwcellen na die heftige activatie volledig zijn uitgedoofd.
Ze hebben dan zo hard gewerkt dat ze even niks meer kunnen. En dat patroon verspreidt zich als een soort golf over het brein. Je kunt het vergelijken met weven in een stadion, waarbij alle mensen opstaan, de activatie, en daarna gaan zitten. Die weef begint achter in het brein en gaat zo naar voren. Het achterste deel van de hersenen is het meest gevoelig voor deze weef. En daar blijft het bij de meeste mensen. Ze hebben dus alleen problemen met het zien. Als die weef echter sterker wordt, gaat het ook naar de gebieden van het gevoel. En dan krijg je tintelingen. En als het aan de zijkant van de hersenen komt, waar het spraakcentrum zit, dan krijg je dus die rare woordsalade. Zoals je net zag in het filmpje. Meestal stopt de weef bij een kloof in de hersenen. Hier zo in het midden. Maar bij sommige mensen is die weef zo sterk dat het die kloof overgaat. En dan kom je bij de gebieden die iets doen met de kracht van je armen en benen. En als dat gebeurt, kun je zelfs tijdelijk halfzijdige verlammingen krijgen. Maar dat is wel extreem zeldzaam. De hoofdpijn tijdens migraine wordt veroorzaakt in een ander gebied, namelijk de hersenstam. In de hersenstam zit je vijfde hersenzenuw, de nervus trigeminus. Die zenuw wordt bij migraine geactiveerd. De vijfde hersenzenuw heeft uitlopers naar de hersenvliezen aan de buitenkant van het brein. En in die hersenvliezen zitten bloedvaten en zenuwuiteinden. En die raken geprikkeld en daardoor voel je de hoofdpijn. Goed, we weten nu hoe migraine ontstaat. Maar waarom heeft de ene er wel last van en de ander niet? Erfelijkheid is een belangrijke factor. Als een van jouw ouders last heeft van migraine, is de kans vrij groot dat jij het ook krijgt. Dan is de vraag nog steeds, als jij dan die genen hebt die migraine veroorzaken, waarom heb je de ene dag dan wel een aanval en de andere dag niet? We denken dat er een bepaalde drempelwaarde is. En daar moet je overheen om een aanval te krijgen. Die drempel is bij een persoon zonder aanleg voor migraine hoog. En bij mensen met een erfelijk aanleg lager. Om het ingewikkeld te maken, kan de drempelwaarde ook nog eens per dag verschillen. We weten bijvoorbeeld dat menstruatie een grote trigger is. De drempelwaarde zakt dan naar beneden en maakt dat je gevoeliger bent voor een aanval. Dat is ook waarschijnlijk de reden waarom vrouwen 3 keer vaker last hebben van migraine dan mannen. Er zijn waarschijnlijk ook andere factoren die de aanval kunnen uitlokken. We weten niet exact welke elementen van invloed zijn, maar patiënten geven zelf de volgende factoren aan. Stress, een klap op je hoofd, slaaptekort, het overslaan van een maaltijd, alcohol, met name rode wijn, intensieve inspanning, maar ook weersverandering of hoogtes, dus als je de berg ingaat. Deels zijn die factoren fabels of mythes. Dit is namelijk wat mensen zelf aangeven, maar we weten niet zeker of dit het echt veroorzaakt. In Syrisch gaat het vaak over stress, maar dit is nooit bewezen. Daarnaast worden voorverschijnselen uit de prodromale fase vaak verward met uitlokkende factoren. Je hebt bijvoorbeeld een paar uur voor de migraine veel chocola gegeten en denkt nu dat dit de oorzaak van je aanval is. Maar dat klopt dan niet, de aanval was eigenlijk al begonnen. Omdat het daarnaast vaak ook niet één factor is, maar een combinatie, is het heel lastig uit te sluiten wat nu wel een trigger is voor een aanval en wat niet. We doen veel onderzoek om hier meer over te weten te komen. Dat doen we onder andere door het bijhouden van een hoofdpijndagboek. Hier kan iemand met migraine noteren wanneer er migraine optreedt en welke symptomen er optreden. Maar je kan ook buiten de aanvallen om dagelijks invullen wat je doet of wat je eet, zodat we kunnen achterhalen welke factoren een rol spelen bij het uitlokken van de aanval. We willen ook graag weten wat er in de hersenen gebeurt vlak voordat je een aanval krijgt en wat per persoon de triggers zijn. Als we dat weten, kunnen we in de toekomst wellicht voorspellen wanneer je een aanval krijgt. En als we ook weten wat de triggers zijn, voorkomen dat die de aanval verder doorzet. Maar dat is, zoals je je voor kunt stellen, zo makkelijk nog niet. Want dat betekent dat je heel veel en heel vaak die hersenen in de gaten moet houden. Dat in de gaten houden doen we met de spullen die je hier ziet. Het is enerzijds een cap die je over je hoofd trekt. Hiermee kunnen we hersenactiviteit meten.
En daarnaast krijg je een bril op. En door die bril ziet de patiënt lichtflitsen. Dat ziet er ongeveer zo uit. Met een speciale combinatie aan ritmes van lichtflitsen kan je kijken hoe gevoelig zenuwcellen in de hersenen op dat moment zijn. En dat meet je dan weer met die hersencap. We weten nu dat de hersenen van mensen die dicht tegen een migraineaanval zitten anders reageren op die lichtflitsen dan mensen die nog niet vlak voor een aanval zitten. Je ziet als het ware een verhoogde prikkelbaarheid, oftewel een verlaagde drempel. Als de metingen voor jou een verhoogd risico aangeven en je ook weet welke factoren bij jou een aanval uitlokken, dan kun je daar rekening mee houden. Bijvoorbeeld door op tijd naar bed te gaan of het glas rode wijn te laten staan. Of wat dan ook voor jou als uitlokkende factor geldt. Het liefst leg je dus iemand dus elke dag aan die meetapparatuur, zodat je de aanval altijd aan kunt zien komen. Maar dat is natuurlijk niet echt werkbaar, want mensen moeten dan heel vaak naar het ziekenhuis komen. Tegenwoordig hebben we gelukkig ook thuisonderzoek. Dan komen we met deze meetapparatuur bij je thuis. Maar ook dat is nog steeds veel gedoe en niet zo praktisch, want ja, dan heb je steeds mensen over de vloer. Daarom werken we aan een nog simpeler meetapparaat. En die heb ik hier. Deze kun je gemakkelijk zelf opzetten. En dan meet je ook de hersenactiviteit. Je kunt dit apparaat makkelijker veel langer ophouden, omdat er geen snoeren aan vastzitten. We hopen dan ook dat dit apparaat ons in de toekomst nog veel meer nuttige inzichten gaat geven. Tot die tijd zijn er nu gelukkig ook wel dingen die je kunt doen als je last hebt van migraine. De meeste mensen met migraine slikken bijvoorbeeld pijnstillers. Ze beginnen dan vaak met paracetamol of ibuprofen. Mocht dat nou niet werken, ga dan vooral naar de huisarts, want er zijn specifieke medicijnen die helpen tegen hoofdpijn. Die grijpen aan op het trigeminovasculaire systeem. Je weet wel, de vijfde hersenzenuw. Dat zijn zogenoemde triptanen. Er zijn dus medicijnen die de bonzende hoofdpijn kunnen verhelpen. Maar je moet er ook mee oppassen. Mensen hebben soms de neiging om te veel te nemen. En dat is een probleem. Te vaak medicijnen slikken versterkt namelijk juist de hoofdpijn. En dat kan in zo'n erge mate gebeuren dat de medicijnen op den duur niks meer doen. We spreken dan van medicatie-overgebruikshoofdpijn. De migraine wordt dan heviger en komt vaker terug totdat het chronisch is. En niks helpt dan meer. Als jij meer dan 2 dagen in de week iets nodig hebt, dan kom je al bijna in de gevarenzone. Wat moet je nou doen bij medicatie-overgebruik? Afkicken. En dat is een enorm vervelend advies. Geen pijnstillers, geen triptanen en ook geen cafeïne, zoals koffie, thee of cola. Want ook daar kan je hoofdpijn van krijgen. Ben jij bang dat je dit ook hebt? Ga dan naar de huisarts. Zoek hulp. Tot slot. Veel vrouwen vragen of het continu doorslikken van de anticonceptiepil werkt, als preventief middel. Wat op zich geen gekke gedachte is, omdat je daarmee menstruatie voorkomt. Het is alleen nog nooit officieel aangetoond dat dat werkt. Daarom gaan we hier de komende jaren veel onderzoek naar doen. Dus om terug te komen op de vraag, hoe ontstaat migraine? Je weet nu dat erfelijkheid, de menstruatie en wellicht daarbovenop een complexe combinatie aan factoren de migraine kunnen triggeren. Deze elementen starten als het ware een kettingreactie in het brein dat uiteindelijk kan leiden tot een dagenlange bonkende hoofdpijn tot brakens aan toe.